Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Kia de Beer en Metalimex Metaalhandel. Goedendag allemaal, hartelijk welkom bij FC Rijnmond op deze maandag. Aan tafel hebben wij Martijn Krabbedam van Voetbal International, Dennis Kalenburg en Michiel Kramer. Michiel, je bent vaste gast in dit programma, maar wel vandaag pas voor de eerste keer dit seizoen. Waarom zien we je niet meer zo vaak? Ja, dat wil je echt weten, ja. Nee, ja, wat afspraken met de club, hè? Mag niet meer. Dus daar houden we netjes aan. Je mag niet meer zo vaak. Wat minder, ja. Ja. Voorbeeldprof. Hè? Hoezo? Dan kun je gewoon luisteren naar wat de club zegt. Ja, dat vind ik hem toch niet echt de type naar, eerlijk gezegd. Daarom zag ik het ook. Ja, maar ik zit er wel, toch? Fijn. Hè? Ja, om over alles te praten, over Feyenoord, over Sparta, is even iets anders. Heb je spijt? Heb ik spijt? Nee. Nee. Ik heb misschien een foutje gemaakt, maar of ik er spijt van heb, dat... Was het één foutje of twee foutjes? Nou, ja, minimaal één. Die tweede? Nee, die eerste. Die eerste. Nee. Oké. Okay. Ja. Ja. Dus drie wedstrijden schors. Dit gaat best wel ongemakkelijk zo, hè? Dit begin van dit gesprek. Nou ja, ik ben blij dat niet aan mij vraagt of je spijt. Van wat zou jij spijt kunnen hebben? Ik ga toch een beetje zweten. Nou ja, maar is het gewoon nu even op de blaren zitten, drie wedstrijden schors? Ja, maar heb ik gelijk gezegd na afloop ook, toch? Ja, uiteindelijk kan je niet anders dan die straf accepteren en weer door. Nee, maar als jij zegt ik heb geen spijt, zou je kunnen impliceren, je zou het een volgende keer weer kunnen doen. Ja, ik ben volgens mij sowieso wel een speler die het randje opzoekt. Dus ja, dat zou best wel eens een keertje gebeuren. Hm. Dus ja, wat? Oké. Okay. Ja, maak ook wel eens een foutje, toch? Komt niet vaak voor. Nee? Waarom zit je ook hier, hè? Ja, daarom. Ja. Jongens, heel veel over Feyenoord. Martijn, hoe komt het dat het zoveel minder gaat met Feyenoord nu? Nou, dan moet je wel een langere uitzending maken, denk ik. Nou, dan gaan we dat wel doen. Nee, joh, het heeft ermee te maken dat... Een aantal mutaties zijn geweest natuurlijk binnen die ploeg. Je bent je beste spelers kwijtgeraakt met Wiever en Geertruida. 11 nieuwe spelers. Tegen Groningen 2 nieuwe backs. Een jonge jongen op het middenveld voor het eerst in de basis. Ja, en dan wordt het gewoon heel lastig. Maar goed, dat neemt natuurlijk niet weg dat je wel wat meer had verwacht van Feyenoord. Want Slot had toch ook elk jaar te maken met veranderingen in de selectie. Als je kijkt wie die kwijt is geraakt met Senesi, Sinisterra, Kuksu, noem heel het rijtje maar op. Dus ja, het gaat niet zo snel als we hadden gehoopt, zeg maar. Nee, het is al 6 punten achterstand. En het is al 6 punten, maar los daarvan ja, moet je vooral bang zijn voor wat je ziet. Of misschien wel beter wat je niet ziet. Want ja, het is een beetje verdwenen, hè? Het positiespel, de driehoekjes, de energie, maar ook de spelvreugde. Als je soms ziet hoe ze van het veld afkomen bij een wissel. Dat zijn toch allemaal stille verklikkers dat er toch wel wat aan de hand lijkt te zijn. Daarmee doe je op de wissel van Timber 2 weken geleden op het kasteel. Maar ook Jiménez liep ook van het veld af van, nou, de trainer kon nog net een handje krijgen. Je bedoelt zaterdag in Groningen? Ja, misschien was hij wel teleurgesteld in zichzelf. Maar als je dat allemaal maar bij elkaar optelt en dan ga je er naar kijken, dan denk je van, het geeft toch niet een al te best beeld. Maar als je dan de data erbij pakt, de onderliggende data, ja, dan is Feyenoord ook op alle onderdelen stukken minder dan vorig jaar. Schoten op goal, schoten tegen, dat soort dingen. Ja, dus het is een breed verhaal waar wel heel snel verbeteringen moet komen. Dat brede verhaal gaan we verder ontleden. Eerst eventjes over die 6 punten achterstand nu al ten opzichte van PSV, dat ook nog eens een veel beter doelsaldo heeft. Ja, yeah, we know. We know that we already dropped points, but I don't think this is the moment to look at PSV or somebody else. I think we have enough by looking at Feyenoord. I think that would be the most clever way to approach it and look at ourselves, work with the team, work with the boys, work with each other. I think that's crucial, for sure. For sure. Na anderhalve maand ineens zoveel nieuwe gezichten, Michiel. Ja. 4 debutanten bij Feyenoord tegen Groningen. Hoe lastig is dat allemaal in deze fase als je al zo lang onderweg bent? Het is natuurlijk wel lastig. Aan de andere kant zijn er ook wel echt serieuze momenten geweest in zo'n wedstrijd waarin ze gewoon kunnen voetballen. Hè? Even voor duidelijkheid. Want ik heb denk ik dat die Weller ooit in de eerste helft wel 7-8 keer gewacht heeft tot Groningen wat deed. En dan speelde hij naar Hansko, dan werd ze onder druk gezet en dan peerde hij hem naar voren. Ja. En dan zeiden ze tegen de spits, ja, hou die bal nou eens een keer vast, hij verliest alles. Ja, kijk, wat voor kutbal krijgt hij nou iedere keer? Terwijl je die verdedigde midden, hoe heet die jonge.
Zegiel. Die konden ze gewoon, zeven van de negen, ja. konden ze die gewoon... Ja, die zakt ook echt in om die bal op te halen. Maar ze gaan met 9 en 10 druk zetten. Dat betekent dat er 6 vrij is. Dus je kan via een back of via een keeper kan je naar de nummer 6 toe. Of naar daar naar de nummer 10. Maar dat gebeurt ook helemaal niet. Dus ja, dat betekent gewoon dat het voetballen nog steeds niet is waar het moet zijn. Maar Giel, dit kun je toch trainen? Dit kun je trainen, wekenlang maar uiteindelijk heb je ook te maken met de tegenstander. Heb je ook te maken met weet ik veel wat. Ik vind dat ze veel meer lef moeten hebben in het opbouwen, want daar was Feyenoord altijd goed in, toch? Ja. En natuurlijk is een trainer daarin misschien ook wel bepaald, alleen ja, dat valt nu een beetje weg. En dan krijg je heel veel 1-op-1 duels, omdat Groningen eigenlijk gewoon 1-op-1 speelde. Ja, dan moet je ook veel meer diepte hebben en niet alleen maar die lange bal naar Gimenez in de hoop dat hij dan een bal vasthoudt, waarin ik hem gewoon iets minder vind dan als hij gewoon gaat lopen. En ja, dat vond ik een beetje opvallen, dat voetballende gedeelte, dat kunnen ze wel, maar ze... Maar ja, het kwam er gewoon niet uit tegen Groningen. Het lopen was ook, Gimenez gaat één keer, maakt hij een actie en dan komt gelijk een kans met Nieuwkoop uit. Ja, dat is met Nieuwkoop uit en dan gaat hij wat meer, dat is wel een beetje gelukkig dat hij mee kan, ja, natuurlijk. Maar uiteindelijk is het wel meer zijn sterkte om de ruimte in te lopen, door altijd maar met een man in zijn rug te spelen. Ik vind dat hij daar gewoon minder in is dan echt de diepte bespelen en dat deden ze gewoon helemaal niet, terwijl je gewoon wel... Ik voel me wel bij het missen van die kans van Nieuwkoop, moet hij nou degene zijn die daar rechts voor in... Daar... aan de bal moet komen en die kans moet krijgen. Nee, tuurlijk niet. Nee, maar hij wordt er wel neergezet. Maar dat is inderdaad het gekke. Kijk, dat Slot deed het ook tegen PSV, tegen Dest. Maar naast stond hij tegen een bek. Ik had er nog nooit van gehoord. Dan kan je toch gewoon een aanvaller neerzetten. Ja, Pasjau eventueel. En dan Ivanov zet misschien op links. Je kan het van alles verzinnen, maar zet daar gewoon een aanvaller neer. Hè? Want als je gaat optellen hoeveel aanvallers, hoeveel verdedigers. Ja, je speelt tegen Groningen uit. Kom op, het is toch geen Champions League? Dus dat Slot het een keer deed, ik geloof tegen Roma en tegen PSV, ja, dat had dan iets tactisch. Maar nu zat gewoon Ivan Hussek op de bank en zo. Dus ja, dat is ook een keuze. En dat viel ook weer niet mee. Nee, wat is wat jou betreft eigenlijk de voornaamste reden waardoor Feyenoord die 2-0 voorsprong? Want terecht, hè, over de opbouw en alles wat er mankeerde. Maar ja, ze komen wel 2-0 voor. Dat je die wedstrijd dan niet wint. Ik weet niet of jij dat ook hebt gezien. Toen die wissel van Sekiel, toen dat moest gebeuren. Het was een soort conferentie bij de bank. Iedereen sprak met iedereen. En die sprak met die met die, de trainer wijzen. En uiteindelijk kwam dan Carranza erin. Ja, een dus spits voor een verdedigende middenvelder. Het leek wel alsof ze erdoor werden overvallen dat hij eruit moest. Ja, en toen kwam er een aanvaller in. En daarna was alle organisatie was gewoon helemaal verdwenen. Je kon eigenlijk wachten op die gelijkmaker. En de afloop hebben we natuurlijk wel naar gevraagd. Ja, en toen zei hij van, ik kies maar als aanval voor de beste verdediger. Maar het probleem zit natuurlijk dieper, want... Ja, wie hebben ze dan nog op de bank als controleur? Ze hebben één controlerende middenvelder. Dat is Zerouki en die is er niet bij. Nee. Nou ja, dan valt Sergio nog weg. Ja, dan moet je wat kunnen doen. Hij had natuurlijk een verdediger kunnen brengen, maar hij koos voor dit. Maar dat betekent dus ook dat die selectie niet in balans is. En je ziet ook op het moment dat die eerste tegentreffer valt, dan zie je ook al gelijk bij Feyenoord dat er is een soort onrust die er dan gelijk al komt. Omdat je ook al weet, we zitten niet in een lekkere fase. Dan komt die goal en dan is het eigenlijk wachten. Tot die tweede nog viel. Ja. Toen de 1-2 werd, had ik al gelijk het idee van Feyenoord gaat dit echt niet. Maar jongens, jullie zitten hier nu een paar minuten aan tafel. En ik hoor zo langzamerhand ook een kleine motie van wantrouwen wel richting de trainer. Als jij zegt, ja, die rechtsbuitenpositie die klopt niet. Die wissel die klopt niet. De opbouw die klopt niet. Daar zou je een trainer die verantwoordelijkheid voor kunnen maken. Het blijkt dat het niet klopt. Kijk, een trainer neemt natuurlijk zijn eigen beslissingen. En wij zijn om dat te oordelen, heeft dat nou gewerkt? Nou ja, niet echt, nee. En hij is natuurlijk ook niet echt geholpen daarvoor al, hè? In die hele transferperiode. Je wil... Arne Slot heeft het ook al gezegd, we moeten directe versterkingen hebben om de aansluiting bij PSV weer terug te vinden. Ja, als die dan uitblijven en je heel lang met spelers opgescheept zit waar je afscheid van wil nemen, maar die je niet kwijtraakt of niet op tijd kwijtraakt. En je krijgt ook niet de spelers ervoor terug die je er graag bij wil hebben. Ja, dan is dat niet alleen maar op hem af te schrijven natuurlijk. Nee, maar dat is wel gebeurd. Ze hebben die afscheid genomen van die spelers die ze kwijt wilden. Maar ze hebben heel laat pas die vervangers binnengehaald. Ze wisten toch al in juni dat Wiefer vertrok, want die ging toen naar Brighton. En Minté was al eerder weg. Dus je hebt tijd zat gehad om die selectie goed te versterken. En Geertrui, daar kon je ook zien aankomen. Ja. Nou goed, dat hebben ze dan wel snel opgelost met die Lotomba, die overigens ook niet meeviel. Maar ja, dan heb je dus tijd zat en dan duurt het tot op het laatste moment voordat je met spelers komt. En ja, dat is moeilijk als je als Nederlandse club op Champions League niveau gaat zoeken en scouten. Maar ja, kende jij Hanske goed voordat hij kwam? Nee. Kende jij Pasjau goed voordat hij kwam? Zo zijn er natuurlijk wel meer spelers. Dus Feyenoord is gewoon daar, ik zeg niet te laks geweest, maar ze hebben in ieder geval wel de tijd genomen. En nu zit je met een selectie die niet in balans is. Of die Koreaan moet de oplossing zijn. Zou zomaar kunnen. En Stengs komt ook wel weer eens terug. Nou ja, die mist hij natuurlijk ook. Maar ja, dan ga je weer afvragen, hoe kan dat die spelers opeens zo vaak geblesseerd zijn?
Stengs geblesseerd, Bueno geblesseerd. Belen bleef achter in de kleedkamer. Ezekiel valt uit met kramp. Nieuwkoop, is dat dan een relatie? Trainen ze misschien te hard? Ik sprak wel met een paar spelers die zeiden dat ze inderdaad flink trainen onder Priske. Dat de lood, zoals hij dat zelf noemt, dat dat erg hoog is. Ja, misschien is die andere manier van werken dat ze daar ook aan moeten wennen. En dat het even op de spieren slaat of zo. Maar je ziet toch ook, Martijn, als ze inderdaad in die slotfase, dan zag je onder Arne Slot toch ook heel vaak, ik wil niet elke keer die vergelijking maken, maar je zag toch ook heel vaak dat in het laatste kwartier die wedstrijd dan werd beslist ook door Feyenoord. Dat in het laatste kwartier het verschil werd gemaakt omdat Feyenoord hier zat en de tegenstanders hier. Ja, nu zie je dat is nu niet meer als je Small zag op het einde van de wedstrijd. God, ja, die liep op zijn laatste benen. Maar dat was meer een drafje. Ja, of dat denk ik of die berg opliep. Ja. Ja. En daarvoor natuurlijk al een verkeerde inspeelpaas op de helft van de tegenstander. Heel hard trainen, kan je daar dan ook juist niet fit van geraken? Tuurlijk. Ja. Ja. Als jij pakken bij 2 dagen voor de wedstrijd nog zwaar gaat trainen, ja, dan meestal duurt dat geen 24 uur voordat dat weg is. Vaak 48 uur en dan heb je een wedstrijd. Dus het zou zomaar kunnen. En maar kijk, ik ben altijd een beetje van mening dat Feyenoord moet ook staat een beetje bekend, ook voor de jongens die bekend zijn met de club en die met de stad en die de Nederlandse competitie kennen. Al die jongens die er allemaal zijn gekomen. Small is misschien de enige waarvan je zegt van oké, ja, dat is iemand die kent de competitie, die kent de club, die kent alles en iedereen. En voor de rest? Vreemdelingenlegioen bedoel je? Ja, met alle respect. Ik wil ook gewoon kijken naar jongens die ik al wat langer ken, die de competitie kennen, die ook een beetje weten wat er gevraagd wordt, die zichzelf willen meten met de top van Nederland. En ik snap de marktwaarde van al die jongens, Zuid-Amerikaanse jongens, ik begrijp dat allemaal wel. Maar je moet wel kijken naar wat heeft ons team nodig, wat hebben we nodig, wat willen we graag bereiken. We willen een bepaalde manier van voetballen ook laten zien, toch? Dat is ook een beetje waar Feyenoord bekend staat de afgelopen jaren. En hoe vind jij dan ook binding die je als supporter nog moet hebben met het liefst Nederlandse spelers? Vind je dat ook nog een argument? Het is toch fijn dat juist moet een verbinding zijn met supporters, toch? Niet? Ja, maar is dit niet een discussie die we voeren nadat ze matig presteren? Zouden ze nu 5 keer hebben gewonnen, zouden we dit gesprek niet hebben? Ja, maar hetzelfde met die scrum. Ja, als ze 5 keer hadden gewonnen, had ik ook gezegd dat het onzin is. Ja, nu hebben ze verloren en nu zegt iedereen, ja, staat hij weer na aflopen. Maar vind je het onzin? Ja, natuurlijk is het onzin. Hoezo? Want ik zag ook nog dat hij het soort van ging uitleggen van we willen gewoon iedereen bij elkaar houden, omdat als we in de kleedkamer zijn, heeft iedereen interviews. Dan wacht je daar toch even. Dat is onzin, want je kan in de kleedkamer gewoon met elkaar even wachten, jongens. We gaan komen bij elkaar. Iedereen is in de kleedkamer en dan kan je ook je woordje doen. Ja. Dus. Alleen de aanvoerder moet zich na afloop van de wedstrijd eventjes melden. Ja, maar een paar minuten en daarna is iedereen in de kleedkamer. 2 minuten, Bart, en dan ga je weer naar de kleedkamer en dan zit iedereen gewoon te wachten. Dus het is. Ik zou het nooit doen, omdat ik zag Bijlo ook staan en ik had het idee van... Zag je dat? Met die ogen zo van... Nou, dan staan we weer. Niet de enige, nee. Ja, het is iets kleins, maar het kan wel tegen je gaan werken. Hè? Zeker als de resultaten ook nog niet meevallen. Dan ga je op alles letten en denk je, ja, daar staan ze weer. 2-0 weggegeven, uitvak fluiten en dan sta je met z'n allen in een kring. Ja. Maar Martijn, stel nou, Priske besluit voor volgende week tegen NAC of misschien donderdag tegen Leverkusen om dat niet meer te doen. Om die scrum af te schaffen. Dan heeft hij weer iets afgeschaft. Ja. Precies, want hij heeft ook al zijn systeem afgeschaft. Dat klopt. Dus dat gaat hij niet doen waarschijnlijk. Nee, dat denk ik ook niet dat hij dat gaat doen. Nee. Maar ja, dit blijft natuurlijk wel een item op deze manier. En ik begrijp wat Michiel wel zegt van ja, met die buitenlandse spelers. Maar goed, Hansko kende de Eredivisie ook niet en Barçao ook niet. En zijn er wel meer spelers die deze Eredivisie niet kennen. Maar die binding met de supporters krijg je natuurlijk wel door hoe je voetbalt. En als die klik er ook niet is, ja, dan kom je echt in de problemen. Nou ja, inderdaad, die klik. Want wat je bij Groningen zag was vuur en passie. Jongens die als promovendus er vol voor wilden gaan. En dat is nou precies wat je bij Feyenoord niet zag. Nah, not really. I'm not sure. I see all the boys, they want to win. And they do everything they can. But for me, it's the mechanism in football. It's the momentum in football. When you away from home, give away a goal. Like this, 1-2, and then of course they got nothing to lose at that time, and they just want to push forward. And for 90 minutes, we defended, but we got punished in the overtime, and of course that's painful. Then we can look at some missed opportunities that we didn't take first half, second half, and could have killed the game earlier as well, because I think first half we kept them away. I think they had maybe 2 attempts on goal. Not saying that we played absolutely brilliant in the first half, but we actually created some good opportunities, more than the 1-0 goal. Ja, Michiel, de nieuwe aanvoerder Quinten Timber zei ook nog een gebrek. Urgentie? Ja, geen urgentie. Mooi nieuw woord, urgentie. Hè? Ja. Urgentie om de wedstrijd te killen. Ja, maar dat begrijp ik wel. Kijk, uiteindelijk is het altijd... Het is gewoon mentaliteit, hoe je het nou bent of verkeerd. Als je 2-0 voor staat, moet je als Feyenoord zijnde die wedstrijd never nooit meer uit handen geven. En dat heeft niks te maken met voetbal, driehoekjes dit. Het heeft te maken met hoe graag wil je die wedstrijd winnen. Het is gewoon mentaliteit. Dus ja,
urgentie, ja, dat is het mooie woord, maar ja, ze moeten die wedstrijd natuurlijk never nooit daar. Groningen wilde liever een punt dan Feyenoord die overwinning wil. Ja, 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 goed, ja, je kan alles over zeggen wat je wil, maar ik denk gewoon dat het gewoon de absolute wil om die wedstrijd nog te winnen, dat gaat je uiteindelijk de punt opleveren en dat was er gewoon niet. Nee. Nieuwe aanvoerder trouwens, Timber. Mede gekozen omdat Priske iemand wilde die Nederlands spreekt. Dus dan kom je logischerwijs uit bij Timber. Goed, ik kan beter goed Engels spreken, denk ik, in de kleedkamer bij Feyenoord momenteel. Ja. En dat is ook de scheidsrechter. Ik snap het wel, maar dat is ook de voertaal in de kleedkamer natuurlijk gewoon Engels. Maar naar buiten toe, je moet een clubcaptain hebben, zegt iemand die de waarde van Feyenoord kent, die die club kan vertegenwoordigen, et cetera. Je kent heel het gelul wel. En ze hebben een groepje van zes aanvoerders. Hè? Dus, nummer 2 is Hansko, nummer 3 is Trauner. Ja, die spreekt overigens geen Nederlands. Nee, maar geen idee wie de 4, 5 en 6 zijn. Ja. Maar zover zal het ook wel niet komen. Wat voor mentale struggle zie je nu bij Santiago Giménez? Ja, je hebt soms het idee dat hij zijn broer heeft gestuurd. Hè? Als je ziet hoe die de ene moment de een naar de andere bal binnenschiet. En dan een hele tijd dat het eigenlijk niet veel is. Ja, en dat reizen helpt dan natuurlijk ook niet mee als je uit Mexico moet komen en je komt hier met je jetlag. Heb je van alles aan geprobeerd. Hij is 's nachts volgens mij in het zwembad gaan liggen. Weet ik wat hij allemaal heeft gedaan. Maar ja, zijn beste medicijn is gewoon een doelpunt maken. En daarna nog één. Nou, daar zit een spits. Die weet... Hoe vaak is hij nou in de scoringspositie gekomen? Nauwelijks. En dan gaat iedereen hem oordelen op. Ja, hij raakt die ballen kwijt en hij is geen aanspelpunt. Paastmatig. Wat ik begrijp, hè, want maar uiteindelijk wordt hij afgerekend op zijn doelpunten. En als hij geen kansen krijgt, ligt het aan de rest. Ja. Toch, of ben ik nou gek dan? Die anderen moeten ervoor zorgen dat hij in scoringspositie komt. Dus tegen Sparta toch precies hetzelfde? Ja, hij komt gewoon niet in scoringspositie. Nee. En dan gaan we allemaal zeiken, ja, hij is die bal vast en hij verliest alles. Ja. En weet je wat er ook gebeurt? Nou. Dat maakt Parrot de 4 voor AZ. En dan wordt er gezegd, ja, hij ligt... Die had je moeten halen van Excelsior. Die liep in de speeltuin natuurlijk, Parrot. Kom op, beter, Heerenveen. Ja, ik citeer alleen maar wat deskundigen. Nee. Dat is ook te makkelijk. Hij heeft toch in die wedstrijden daarvoor... hij staat nu op 4, maar daarvoor op 0. Nee. Dus dat is ook wel weer het opportunisme van de voetballerij. Hij heeft toch ook gewoon laten zien dat hij goals kan maken. Alleen, wat ik zeg, ze komen gewoon niet in scoringpositie. Althans, hij komt niet in scoringpositie om beslissend te zijn op het moment dat hij een goal maakt. Geloof me, als hij in de eerste 5 minuten van de wedstrijd 1 of 2 doelpunten maakt, denk je dan dat hij die ballen verliest? Nee. Ja, maar naar de kruisschaal dacht iedereen, nou, hij is er wel weer overheen, weet je wel. Hij heeft een paar doelpunten gemaakt, maar... Ja. Het loopt gewoon niet. Gewoon zo weinig. Maar ook de momenten dat je dus wat krijgt, dat hebben we bij Paixão ook gezien. Die komt dan op een gegeven moment in zo'n situatie. Die kan hem dan aan hem geven, volgens mij was het Paixão. En die gaat er toch voor eigen succes. Dan kan je ook denken, de spits zit er niet lekker in, laat ik hem even een handje helpen. Ja, maar wordt bijna niet meer zo gedacht, denk ik hoor. Ja. Ja. Zij hij gefrustreerd? Nee, helemaal niet. Jawel, denk ik wel. Nee, helemaal niet. Nee. Ik kan me niet meer voorstellen dat teamgenoten nog bezig zijn met, hij zit er niet lekker in, laat ik hem maar even... Nou ja, niet alleen hij ligt, zit er niet lekker in. Weet je wanneer dat gebeurt? Ja. Als we 4-0 voor staan en er is een penalty. Dan zeggen ze, hé, hier, neem jij hem maar. Neem jij hem maar. Maar over het algemeen gaan ze niet, als het 2-1 is, dan gaan ze niet denken, Giménez zit er niet zo lekker in. Ah, zal ik hem aan hem geven? Dat denk ik niet, toch? Maar Sjaal zat er wel lekker in. Ja, als je er niet lekker in zit als spits, dan kan je toch ook zeggen, dan moet je gaan sleuren. Dan moet je aanspeelbaar zijn. Dan moet je gewoon zorgen. Ja, maar dan moet je het gaan afdwingen. Ja, maar heb je gezien? Daarom zei ik aan het begin. Wat voor tyfusballen die krijgt. Ja, die Hans komen met een verdediger in zijn nek. Daarom, kijk, ik vind dat hij best wel snelheid. Dus ga dan juist in de diepte lopen. Omdat je dan kan je tenminste misschien gelijk... Kijk naar, hoe heet die? Dat is geen vergelijking, maar Haaland bijvoorbeeld. Het is gewoon een lange peer van uit Ederson. Ja. Hij zet een blok tegen die tegenstander. Hij loopt 1-1 met de turbo aan. Dus met andere woorden, je kan eigenlijk gewoon wel diepte zoeken. Alleen nu kreeg hij iedere keer dus een lange bal van Hansko. Nou, dan moest hij het uitvechten met de verdediger. Nou, die verloor hij vaak. Wat kan gebeuren? Maar het zijn ook geen ideale ballen om te krijgen. Nee. Kijk, als jij een bal over de grond krijgt en je kan hem gelijk kaatsen op iemand. En hij speelt op dan kut, kan je zeggen, dat moet je... Het is ook geen Pelle die de balletjes opvangt en neerlegt. Nee, dat bedoel ik. Is het ander type. Nee. Jij bent fan van Pelle, hè? Ik ben een fan van Pelle, ja. Dat is goed. Een enorm fan. Ja, boeken volgeschreven. Zo is dat. Zo is het. Martijn, die Feyenoord supporters, moeten zich nou zorgen maken als donderdag de kampioen van Duitsland op bezoek komt? Zorgen maken? Dat het een Ajax-Napoli wordt of zo? Ja. Nou, kijk, Feyenoord heeft nog een wedstrijd verloren. Hè? Zo kan je het ook bekijken. Als je het heel positief tegen bent. Tegen welke grote tegenstander? Geeft niet. Ze hebben nog geen wedstrijd verloren. Okay. En ik heb even die statistieken bekeken natuurlijk. En het is wel zo dat ze verdedigend en minder weggeven, gek gezegd, dan vorig jaar.
Dus ze hebben in ieder geval een defensie waar ze op kunnen vertrouwen. Maar dan gaat het erom dat je zelf aan de bal ook wat teweeg kan brengen tegen zo'n tegenstander. Daar maak ik me gewoon meer zorgen over als volger van die club. Omdat je het voetbal wat je 3 jaar hebt gehad, dat lijkt gewoon totaal te zijn verdwenen. Kijk, verdedigend met Hansko, met Belen, met Trauner. Er zit het allemaal wel in orde met Welleroyte of Bijlo. Dat is allemaal wel prima. Maar je moet aan de bal beter zijn dan ze nu laten zien. Ze zeiden toch, ook na het tijdperk slot, we willen door op de ingezette weg. De hele organisatie, de hele structuur was erop ingericht. Ja, heb je spelers voor nodig? Heb je een manier van spelen voor nodig? Heb je een trainer die duidelijk uitlegt wat je nou precies moet doen in de balbezit? Ja. Dat zijn toch meerdere factoren. Ik kan wel zeggen, maar er komt een nieuwe trainer. Die is niet hetzelfde als Arne Slot. Nou, dus die gaat ook die trainer, die gaat meteen allerlei dingen anders doen toen hij binnenkwam. Dus dat is natuurlijk wel heel gek. Zeker als ze zeggen dat ze die trainer hebben gescout. Ja, dat vind ik wel opvallend. Maar er komt nog wel naar de Kuip, hè, met Wiertz, met Tjaka, met Ta, goede verdediger. Ja, Frimpong als hij speelt. Gezien tegen Brobby. Amateur hing die aan Brobby. Het is een goede verdediger, dat moet je erkennen. Ja, het is een centrale verdediger van Bayer Leverkusen. Tegen Nederland al niet gezien. Nee, toevallig even niet. Maar normaal gesproken... Nee, maar wat is het is een goede ploeg, maar ook geen Europese top, toch? Nou... Ja, vind je wel? Ik ben er wel een beetje bang voor, ja. Champions League, hè? Champions League, goede ploeg, maar ze hebben echt in dat systeem uitstekende wedstrijden gespeeld. Ongeslagen kampioen vorig jaar in de competitie, ongeslagen kampioen, ja, nu wel voor Leipzig verloren en vorig jaar natuurlijk de finale. Maar kom op, je speelt thuis in de Kuip. Okay. Eerste wedstrijd van de Champions League. dan mag je toch wel gewoon in ieder geval een wedstrijd van maken. Dan ga je toch niet vooraf bang zijn dat het 1-6 wordt of zo. Oké, houden we ons daar aan vast. Kijken hoe ze er bij Feyenoord zelf over denken. Over Feyenoord tegen Bayer Leverkusen. On Thursday it's gonna be even a bigger challenge. Yeah, we'll be ready for sure. It's a big challenge, no doubt. Result again today doesn't change it, but it would have been good to go into the European week with a good result, for sure. We didn't manage to pick up that result. We have to stay positive, to look back at the game in all the aspects. What went wrong, but also what we did well. It's going to be a different game. I don't think we're the favorites against the Leverkusen, so that's definitely some mental aspect that can change momentum a bit. And we know we're at home at the Kuip. Hopefully we got 45,000 people that are ready to push the boys. I think they deserve it. They deserve it. Dat zijn algemeenheden, allemaal. Hij praat veel. Hij krijgt er geen problemen mee. Met de clubleiding, met dit soort interviews. En toch vind ik het een aardige man, Martijn. Ja, het is een hele aardige man. He? En je gunt hem misschien ook wel wat meer. En kijk, en dan doet hij weer zo'n Instagram story dat hij voor dag en dauw in zijn auto naar de club zit. Ja. Maar met een verwijzing naar het hier. Ja, er zitten mensen ook naar hun eigen werk vroeg. Dus dat helpt allemaal niet. Maar hij werkt hard. Hij is als eerste, hij gaat als laatste weg. Hij spreekt perfect Nederlands. Ik zou zeggen, doe gewoon die persconferentie in het Nederlands. Dan kan je misschien nog wat beter op de zaken ingaan. Want in het Engels klinkt het allemaal zo clichématig. We work hard en the boys doen hun best, et cetera. Ja, dat is allemaal wel. The boys doen hun best. Ja, dat is Engels uit de boys doen their best. Michiel, kijk, Martijn wil waken voor al te veel pessimisme. Maar goed, het wordt zwaar. Donderdag tegen de kampioen. Jij hebt het meegemaakt met Feyenoord. Dat je behoorlijk werd afgestraft in de Kuip tegen Manchester City. Ja. In hoeverre werkt dat dan toch ook wel weer door in het gemoed van zo'n selectie? Ik vind het toch wel een redelijk verschil of je nou tegen City speelt of tegen Groningen. Of willekeurig tegenstander uit de Eredivisie. Dus... Weet je, ik denk dat je vrij snel doorgaat naar de volgende wedstrijd. Alleen, ik denk altijd dat de jongens heel graag Champions League willen spelen. Die willen zich laten zien op het hoogste niveau. Dus die zullen misschien net even wat anders zitten dan tegen Groningen. Omdat het is natuurlijk het hoogste podium voor die gasten. Ja. Misschien voor sommige jongens ook weer nieuw. Ook voor de jonge gasten is ook weer nieuw om daar te gaan spelen. Dus ik denk ook wel dat ze heus wel een wedstrijd ervan gaan maken. Met iedereen die daarbij betrokken is, supporters die natuurlijk extra sfeer gaan maken. Ja, waarom zouden ze dan kansloos zijn tegen Leverkusen? Dat denk ik ook. Ja. City was wel een grote ronde toen. Ja, dan zat je dat te kijken 20 minuten lang. Had ik nog een bal graag. Dat stond al 4-1 of zo. Ja, ja. Dat is lekker. Je zagen het allemaal, behalve de Bruyne toen al, Silva, Aguero. Maar uit was wel goed toen. Stones was goed. Stones, Mangala volgens mij ook nog. Uit was wel echt de wedstrijd. Duel, ja. Ja, goed. Maar goed, ja. Dus ik maak toch gewoon een kans thuis tegen Leverkusen, wel niet? Dat denk ik ook.
kans, maar in ieder geval een wedstrijd. We maken in ieder geval een wedstrijd. Ja, we hebben wel heel negatief, hoor. Bij ook, hè? Dat scheelt natuurlijk ook, hè? De Wang die er dan bij komt. En, Als hij zijn werkvergunning heeft, hè? Ja. Waarom duurt dat zo lang? Omdat hij die in Korea heeft aangevraagd. Ja? Hebben ze daar geen internet? Ja, ik ben geen, geen specialist, maar bij Feyenoord zeggen als hij dat nou gewoon in Nederland had gedaan, had hij dat pasje, want dat heb je nodig, een fysiek pasje, had hij dat sneller gekregen dan... Maar hij zat met zijn nationale ploeg in Korea, dus heeft het daar aangevraagd. Okay. Dan moet het eerst naar Nederland verwerkt worden, et cetera. Maar goed, stuur een brief, zou ik zeggen. Naar wie? Waarom het zo lang duurt. Ja, jongen. Okay. Zo bizar dat het zo lang duurt. Wat was er met Sparta aan de hand, Dennis? Ja. Goeie vraag. Het was, Jeroen Rijsdijk omschreef het heel mooi, apathisch en doods. Er zat eigenlijk helemaal niks in. En ja, dan probeer je een soort van... Sparta kreeg al best wel wat kansen, vond ik ook wel, in die eerste helft. Hè. Dus, tweede helft vooral. Eerste helft was echt, waar zat ik vredesnaam naar te kijken. Ja, maar mogelijkheden, laten we het zo doen. Ja, oké. Ja, en die tweede helft dan, ja, ik vond het wel mooi dat hij dan de spelers die juist het verschil kunnen maken eruit haalt om een soort signaal te geven. Ja, want Michiel, het had geknetterd in de rust. Hè. Dat hadden we twee weken geleden op bezoek bij Willem II ook. Met alle respect, hè. Ja. Wat Dennis die zegt, even serieus. Hij haalt Lauritsen, Verschuren en Clement eraf. Ja, en die heb je op het einde nodig. Ja. Waarom haal je die eruit dan? En wat voor signaal wil je geven? Ja, is het echt een signaal? Ja. Heb je het gevraagd? Ik weet het ook niet. Ja, Lauritsen was niet helemaal ook zo fris. Die had wat last gehad in de trainingsweek. Ja. Maar hij zei ook van, ja, ik heb dit, zien aankomen, want de trainingsweek was al niet geweldig. Maar moet je er dan niet wat aan doen dan gedurende die week? Ja, dat is een vraag ik zou ook zeggen. Met alle respect, trainingen, ja, dat is toch zoveel anders dan een wedstrijd. Ja. Hoe vaak moet ik dat nou zeggen, serieus? Ja, nee, we zien in de trainingen, ja, het zit niet goed. Waar hebben we het over? We moeten er gewoon een wedstrijd spelen. Sparta is gewoon misschien gelijkwaardig met Go Ahead, of misschien iets beter. Nou, die moeten gewoon een betere wedstrijd spelen. En dan kan je een keer een kutwedstrijd spelen, toch? Ga je toen niet zeggen, ja, nee, ik zag het al in de dagen ervoor. Nee, we trainen niet... Wat onzin. Nee, maar als je dat dan constateert, dan moet je natuurlijk aan de voorkant ingrijpen. Sparta is een ploeg die kan zich heel goed instellen op een tegenstander die beter is. Dat zag je tegen Feyenoord, dat zag je tegen Twente. Ja, nou komt Go Ahead en dan moeten ze... Zelfde bal, het spel maken. Nou, moeten zij het spel maken. Ja. En dan wordt er van Sparta meer verwacht aan de bal. Ja, en dan wil het wel eens een keertje niet lukken, ja. En dan kan je ook zo'n wedstrijd gewoon verliezen. Ja, nou ja, Martijn zegt het. Er werd meer van Sparta verwacht in een thuiswedstrijd tegen Go Ahead. Je moet er niet van uitgaan dat je zomaar een tegenstander even gaat oprollen. En die fout ligt ook een beetje bij onszelf. Dat we een bepaalde instelling de wedstrijd ingaan we gaan ze wel even oprollen. En het tegendeel wordt gewoon vandaag bewezen. Je moet voornamelijk naar jezelf kijken vandaag als team. Je bent heel zwak, je begint heel matig aan de wedstrijd. Er zit weinig diepgang in, je creëert weinig kansen. Uiteindelijk scoren hun ook een beetje uit het niets, maar het is gewoon voornamelijk aan onszelf te wijten vandaag. Ik vind dat we gewoon heel slecht hebben gespeeld in de eerste helft. Futloos, zonder energie, geen tweede ballen winnen, duels uit de weg gaan. Het was gewoon echt heel matig en ik ervaarde helemaal geen communicatie onderling. Ja, en dan moet je energie gaan brengen. En ja, ik denk dat als je gaat kijken wie je inbrengt, daar gaat wel energie ontstaan. En dat is in de tweede helft ook wel gebeurd. Hij zei ook nog, we speelden niet met ons hart. Ja, ik kan me dat niet voorstellen, maar goed, ik moet zeggen dat wat Nick zegt, vind ik wel opvallend dat hij zegt van, we dachten dat we wel even zouden winnen van Go Ahead. Waar haal je dat vandaan dan? Op basis van wat? Op basis van wat? Je moet grof werken voor je centen, toch? Je moet gewoon zorgen dat je tegen Go Ahead thuis gewoon een goed resultaat probeert te halen. En om te denken als Sparta zijn, ja, wij gaan even winnen van Go Ahead, vind ik heel raar. En sowieso heeft de afgelopen, nu iets meer dan één seizoen ook al aangetoond dat Sparta in thuiswedstrijden niet zomaar even van alle tegenstanders wint ook, toch? Nee. En trainen al meteen in zak. Ga gelijk wel op de orgel, hè? Ja. Dat is niet goed, dat is niet goed door rustig aan, zou je denken dat toch? Nou, dat is lekker ook een keer, toch? Lekker overzichtelijk toch wel? Ja, maar het is heel overzichtelijk. Ja. Maar ja, dan kan je natuurlijk niet naar elke wedstrijd blijven doen. Nee. Maar zaterdag heeft hij een makkie, dat scheelt. Wat heeft hij zaterdag? RKC uit. Ja, zonder Kramer. Zonder Kramer. Ja, dan... Ja. Die is nog half jaar geschorst. Ja, mooie shirts hadden ze bij RKC. Wat dan? Boca Juniors.
Oh ja, op bezoek bij Willem II. Dat was wel mooi. Ja, mooi. Ja, die Edwardsen die maakt ook een mooie stift. Overigens in de eerste helft deed hij al een poging. Je doet een mooie stift. Ja. Waanzinnig, hè? Voor duidelijkheid. Maar mag ik vragen? Jij doet net alsof... Ben je niet goed bij je hoofd of zo? Ik zeg toch dat het een mooie stift was? Ja, en een beetje cynisch ondertoontje. Nee, helemaal niet. Als dat zo overkomen is, dan werd het onmiddellijk... Waanzinnige goal. In de eerste helft schiet hij al vanaf eigen helft. Bijna raak. Maar even de keeper aan tafel. Staat Olij daar in beide gevallen niet te ver voor zijn goal? Ja, weet je wat... Kijk, wat is dit nou? Even serieus. Het is gewoon een waanzinnige goal. Kijk, weet je wat, Olij, je verwacht tegenwoordig van een keeper dat hij verder voor zijn doel speelt. Nou ja, op dat moment kan die Edwardsen ook misschien een dieptepaas geven, komt de keeper eruit, heeft hij hem. Ja, nu schiet hij van 70, 60 meter op de lat. Nou ja, gaat er niet in, dus niks aan de hand. Maar die andere, Edwardsen krijgt hem met een gelukje terug en heel veel spelers doen de ogen dicht, die rammen op het doel en dan hopen ze dat hij binnenvalt. En dan staat hij verder voor zijn goal, als je doel kleiner, ja, dan heb je wel eens dat er een speler denkt, hé, hey, ik wip hem even. Hij wil gewoon downgraden, die goal. Ja, nee, goed of prachtige zo? Goal, prachtige goal. Kun je dat gewoon zeggen, joh. Ja, dat was af en toe de credits geven aan de aanvaller, hè? Gewoon, ja, dat was een mooie goal. Ik vond de goal van Mito ook mooi. Koud in het veld en eigenlijk vanuit stand zo in de korte hoek. Daarvoor kwam dan dat het keeper iets meer had mogen doen. Kijk je anders naar voetbal dan de rest, of wat? Nee? Nee, blijkbaar wel. Premier League is die gewend. Oh ja, sorry, ja, dat is waar ook. Ja. Dat is wel waar. Ja, weet je wat ik wel mooi vond, jongens, in alle oprechtheid, was de Sparta-mars. Die werd opgedragen aan onze oude collega bij Radio Rijnmond en vooral oud stadionspeaker Jack Kriek. Dat mooi spandoek hadden ze ook nog neergehangen. Ik vond het ook mooi dat onze andere oud collega hier bij Rijnmond, Gert van het Hof, gisteren in Studiosport, het ook nog eventjes memoreerde. Nou, dat is ook echt wel de eer die hem buitengewoon toekomt, toch? Ja. Hij heeft daar tientallen jaren rondgelopen. Tja. En als je het had over de stem van Sparta, dan was hij dat natuurlijk. Hè? Ja. Die bij iedere wedstrijd daar ook klonk. Wat je ook zegt, we hebben hem hier ook meegemaakt als collega. Dus het is niet meer dan logisch. En zeer respectvol hoe Sparta dat uiteindelijk zo heeft. Mooi hoe je dat zegt, de stem van Sparta inderdaad. We gaan nog even naar de eerste divisie, want er wordt vanavond gespeeld door Excelsior. Thuis tegen VVV. FC Dordrecht gaat morgen op bezoek bij Volendam. Morgen? Ja, morgen ja. Huh? Gekke dag. Ja, maar er is iedere dag topvoetbal, Martijn. Dat is wel waar, ja. Met eerste divisie, Champions League. En dan gaan we kijken wat ik voor kies dan morgen. Hè? Nou, wat wordt het? Volendam Dordt of Juventus PSV? Ja, misschien Twente Heerenveen. Ook nog. Ja, daar vallen altijd wel doelpunten. Dus. Ja, maar goed, ik wil even over Excelsior. Die winnen met 3-2 van Telstar vrijdag. Weer leuk om naar te kijken. Wat is daar mogelijk bij Excelsior dit jaar? Ja, nou alles natuurlijk. Als je, noem jij maar de favoriet in de eerste divisie, keukenkampioen divisie. Ja, op basis van wat je nu ziet, zeg je Helmond Sport, zeg je een Telstar. Ja, maar hoor je wat je zegt? Ja, ik weet het niet. Dus niet de Graafschap, niet ADO. Nee, dus in teken die competitie is alles mogelijk. Alleen ja, het is nog zo vroeg en oktober, november, december, het gaat koud worden en zo. Dus er gaat allerlei dingen. Wat heeft dat er mee te maken? Nou ja, er gaan heel veel clubs gaan dan wat wegzakken. Heel veel spelers sowieso. Dus even afwachten. Ik weet niet hoe Excelsior er tegen die tijd voor staat. Maar ze hebben natuurlijk wel een talentvolle groep. Met spelers die nu al worden gevolgd door clubs uit de Eredivisie. Zoals die Hatenboer vooral. Ja, Hatenboer is een goeie. Wie springen er dan verder allemaal bovenuit? Ik vind Naujoks het ook echt heel goed doen. Dan heb je sowieso ook nog Bronckhorst natuurlijk. Hè, ja. Die scoorde en een assist vrijdag. Leverde. Ja. En ik moet zeggen, ik vind Fini. Ja. Die ook wel indruk maakt. En dan heb je ook nog een goede keeper. Die zeker tegen Telstar Raatsi in dit geval dan. Die tegen Telstar echt een aantal goede ballen ook tegenhield. Die zwabbenbal die ook door het midden ging. Die nog hij is nu eerste keeper, hè? Voor de duidelijkheid. Ja, ja, dat was in het begin voor de vorm werd er nog gezegd. Ze krijgen allebei de kans. Stond natuurlijk al lang vast dat hij eerste keeper zou worden. Hm. Dus dat zijn wel de spelers die echt wel opvallen bij Excelsior. Dus ook het verschil maken. Leuk om naar te kijken, hè, Excelsior. Ik kijk altijd schakelprogrammaatje. Schakelprogrammaatje. Even te kijken hoor. Ja, echt leuk, serieus. Ja. Ja. Maar ik weet niet hoe breed die selectie is. Als een paar blessures hebben, wat er dan gebeurt. Ja, daar ben ik ook afhankelijk van. Nou ja, als je vrijdag zag invallen nog, dacht je, nou ja, dat is ook gewoon eredivisie niveau hier en daar. Dan noteren maar dan. Oh, kampioen? Ja, oké. Okay. Ah, ja, als ik jou zo hoor, dan... Hij staat in ieder geval op concurrenten die... Het lijkt net of de ranglijst af en toe op sommige plekken andersom staat. Met Cambuur en Volendam die natuurlijk allebei uit de brand. Geloof ik. Die zijn helemaal onderaan, dus... Dordt heeft van Cambuur gewonnen 2 weken geleden. Ja. Speelde nu 0-0. Ook goed op de rit wel, bij Dordrecht. Ja, 1 keer verloren pas ook dit seizoen. Toch ook veel wijzigingen daar gezien. Wat natuurlijk ook wel logisch is. Spelers van Feyenoord die ook weer zijn gekomen en die weer trainen. Maar vooralsnog staan er 7. Dus wat dat betreft hebben ze het keurig voor elkaar. Ga je naar RKC Sparta zaterdag? Zeker. Tribune? Ja. Ik mag niet spelen, maar dat weet je toch? Nee. Oké. Alsof ik dat niet wist.
En daarna nog één wedstrijdje en dan, dan is dan het... Dan is goed, dus ben ik er weer bij. Dan mis je precies. Nog meer dan? Je hebt Ajax. Ah, dat is jammer. Hè? Dat is jammer, ja. Ja. Altijd wel redelijk goed tegen Ajax. En hou dan je armen thuis, dan is iedereen weer blij. Oh, laat trouwens. Die elleboog van Peersman laten we ook even lopen. Van Groningen tegen Feyenoord. Dat is ook bewust. Ja, denk je van Bergen? Oh ja. Nee, maar... Ja, dat was ook een flinke... Ik moet natuurlijk oppassen wat ik zeg over scheidsrechters. Ja, doe het nou niet. Nee, doe het nou niet. Doe het nou niet. Van Peersman, als je zo het duel al ingaat... Ja, precies, ja. Maar dan, dat is geen bewust. Dat is geen bewust een elleboog geven, toch? Nou ja, jij weet het. Nee, maar die van Bergen was ook gewoon rood, man. Ja, natuurlijk. Achterlijke... Man. We ronden af, jongens. Dankjewel, Martijn. Dan zijn we het met helemaal mee. Dennis Kranenburg, Michiel Kramer. U bedankt voor het kijken. Donderdag natuurlijk alles over Feyenoord tegen Leverkusen bij ons op de radio. En vrijdag blikken wij op terug in dit programma. Goeie week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Kia de Beer en Metalimex Metaalhandel.